toen Philip de Haan weggestuurd werd, moest er een andere trainer komen voor Sparta Nijkerk. U kwam in beeld. Hoe heeft u zich toen georiënteerd op het eerste? Nou, hoe ik georiënteerd heb voor het eerst zelf, dat het... het is eigenlijk een topklasse waardige selectie die eigenlijk onterecht gedegradeerd was uit de topklasse. Nou ja, dus was het eens met het beeld wat hier leefde van we zijn even weg uit die topklasse, een jaartje en dan na een jaar zijn we terug. En u dacht, ik ga dat varkentje even wassen. Nee hoor, nee. Dat zijn uw woorden. Kijk, je neemt het over in een fase wat eigenlijk niet draait en dan krijg je... een heel leven weer een schok-effect van 5 wedstrijden en nu verlies je 2 keer op een rij. Dus ik zie mijn groep nog steeds als een goede hoofdklasser of tophoofdklasser. Het zou moeten kunnen, maar dan is het de vraag hoe u dat gaat aanpakken. Stel nou dat u nu hier in het clubhuis zit, hè, op het podium. Ja. Achter u staan de spelers en voor u zit de businessclub en daarachter de fans. Van Sparta Nijkerk. Ja. Wat zou u tegen hun zeggen nu die derde periode er aankomt? Ja, wat zou u daar tegen zeggen? Het is, we zijn iets aan het opbouwen. En dat kost tijd, dat kost punten. Dan moet er gewoon geduld opbrengen. Maar bent u nu ook al volop bezig met het nieuwe seizoen? Beschouwt u dit seizoen als een verloren seizoen? En dan zien we het volgend jaar wel weer verder? Nee, maar je moet nooit verliezen wat je eigenlijk voor ogen hebt als trainer. Je moet wel progressie maken met de groep. Je moet nooit zien het als verloren seizoen. Je moet wel stappen gaan maken in de ontwikkeling van individueel in als team. Maar welke progressie zou je dan nog willen maken de komende maanden? Ja, goed, met tegenslagen omgaan, zoals afgelopen zaterdag. Hè. Als je binnen 10 minuten 2-0 voorkomt, is er niks aan de hand. Je krijgt 1-0 om de oren, dan knakt er iets bij Tim. En dat is eigenlijk op dit moment wel onze probleem. Ja, maar goed, dan zijn we met z'n allen keihard aan het werk om dat recht te zetten. Maar nu begreep ik dat u in de Stentor ook wel kritiek heeft op uw spelers. Nou, kritiek, het zijn feiten, het is geen kritiek. Ik vind dat je eigenlijk ook als liefhebber moet presenteren en als sportman van het veld eraf moet komen. Dus ik weet niet wat jij als kritiek... Nou ja, goed dat u wat had over de inzet van sommige spelers. En ik heb ook allerlei twitters voorbij zien komen, hè, van ook van Sparta-liefhebbers. Hè, ja, ja. Die zeggen van ja, ze zijn over het paard getild, dus ze moeten een beetje gewoon gaan doen. En de mentaliteit die deugt niet. Is dat ook niet het grootste probleem van dit team? Nee. Ik sta achter mijn selectie zoals ik het zeg maar een paar maanden geleden overnam. En, kijk, een beetje kritiek. Kijk, we winnen 4-5 keer op een rij, dan zijn we de beste. Verlies je 2 keer. Wij moeten niet het publiek na gaan apen. Daar zijn we niet voor. Nee, daar bent u ook niet voor. Maar u bent er wel voor om ervoor te zorgen dat ze in de derde periode zo hoog mogelijk eindigen. Anders had ik hier niet gestaan. Had ik zelf de handdoeken erin gegooid. Ik heb er alle vertrouwen in mijn team. En we gaan met z'n allen gewoon keihard knokken om de tij te keren. Er is helemaal niks aan de hand. Het is gewoon incidenteel. Maar goed, als je de wedstrijden gevolgd hebt, de manier waarop je ze verliest tegen Huizen was het een complete off-day. En tegen Sportlust. Dan zie je eigenlijk zelf dat door Foutenfestival verliezen we de wedstrijd. Wens u sterkte. Ja, bedankt. Okay.